Gisteren was het exact 4 jaar geleden dat ik mijn allereerste video heb geüpload. Yo mensen, welkom bij deze allereerste video op de gloednieuwe Jedi Gamer 2000. Deze video was dus geüpload op 24 oktober 2017. En natuurlijk, in die 4 jaar is er eigenlijk al veel veranderd. Om deze jubileum te vieren gaan we in deze video terugkijken naar de beste oude momenten van mijn YouTube-kanaal in deze 4 jaar. Als je deze video leuk vindt, drop al een like achtermee. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en gebruik als ik spoor de creditcode Jochen de Gamer in de Fortnite item shop. Oké, we zijn met mijn kanaal bij de video's. We gaan ze even sorteren op natuurlijk de toevoegingsdatum oudste. En voilà, hier begint het al. Check deze even jongens, hoe mijn thumbnails er vroeger uitzagen. Want in het begin had ik nog niet veel verstand van het uploaden, de kwaliteit, FPS, de thumbnails beter maken en zo. Ik had er allemaal nog niet zoveel verstand van. Maar door de jaren heen, door heel de tijd aan YouTube te werken, begon ik dat allemaal te leren. En kijk hoe ik hier nu zit. We gaan dus beginnen direct met mijn kennismakingsvideo, de eerste video die online stond. En voordat ik deze video laat zien, mijn stem was natuurlijk al anders in die tijd ten eerste. En ten tweede, qua beeldmateriaal, was ook nog niet het beste natuurlijk. Want check bijvoorbeeld, ik was toch maar 14 of zo. Ik was 13, 14 jaar of zo. En natuurlijk deed ik dan even dit. Yo mensen, welkom bij deze allereerste video op de gloednieuwe Jedi Gamer 2000. Voor de mensen die het dus nog niet weten, ik noemde dus eerst Jedi Gamer 2000. Dat was eigenlijk een naam dat zo een beetje onduidelijk was. Vooral dat 2000 gedeelte. Maar ja, Jedi was mijn voor- en achternaam dan. Gamer omdat ik een gamer was. En 2000, ja, ik heb dat eigenlijk bijgezet om te zorgen dat mensen mij makkelijker konden vinden. Want als je gewoon Jedi Gamer had gepakt, ja, de meeste noemen zo. Maar door die 2000 achter te zetten, hebben mensen mij makkelijker kunnen vinden. Daarom eigenlijk al het grootste reden die 2000. En daar juist zag je ook natuurlijk de intro en je ziet dat is gewoon met een iPad gefilmd en te zorgen dat je niks anders kon zien van de laptop. Ooit heb je gemaakt in Jedi Gamer 2000 zijn verwijderd. Maar het is alweer om opnieuw te beginnen. Want ik ben jarig geweest en ik heb een nieuwe computer. Ja. Ik ben Jochen. Dat weet ik toch. Ik ben iemand van dit kanaal. En je moet zeker liken en abonneren op dit kanaal. En in deze video ga ik je laten zien, ja, meer vertellen wat je van dit kanaal kunt verwachten. De hype zat er eigenlijk al in hoe ik zou spreken tijdens de video. Ze had er altijd al in gezeten. Gamevideo's. En gamevideo's ga ik gewoon games spelen en commentaar geven. En je weet het wel helemaal al. Dat is wel weer verschillende YouTubers enzovoort. En gewoon gamevideo's maken. Gamevideo's op de computer, spelletjes spelen enzovoort. En natuurlijk de PlayStation 4. Daar ga ik ook nog zeker gamevideo's over maken. Ja, ik vind het al awkward genoeg. Laten we gewoon verder gaan. We gaan gewoon eens door de lijst scrollen. Hè. Je ziet, de thumbnails zijn nog altijd een beetje verslechterd. Hè. Maar we gaan gewoon eens even naar mijn allereerste gamevideo. Dat was al Clash Royale. En ik ben al zo goed geweest om Clash Royale verkeerd te schrijven. In de titel is verkeerd geschreven, in de thumbnail is verkeerd geschreven, terwijl het exact op de thumbnail staat. En wat hebben we eigenlijk hier? De winkel ontgrendeld bij Arena 1. Heb je mijn kaart, heb je vechten. En mensen, mocht je het ooit al afvragen, is Jochen nu een OG Fortnite player? Deze video bewijst het. Wat jullie hier dus zien is mijn allereerste Fortnite video. Wat je ziet hier natuurlijk, hier zie je dus de oude map. Maar weet je wat het is? Je ziet Tilted Towers nog niet. Shifty Chefs was er nog niet. Juke Jukesen was er nog niet. Dat was er allemaal nog niet. Dit is pure nostalgie en slechtste kwaliteit ooit. Hier, mijn eerste kill. Nee, niet weglopen jij hoor. Come on Jochen, kill hem. Oh, hier. Oh. Daar wapen! Nostalgie! Wacht, ah, ik heb tenminste. Holy shit! Hela! Iste! De tijd dat iedereen nog noob was in Fortnite. Maar we gaan een beetje verder scrollen natuurlijk, want nu gaan we toch een beetje verder. En dat was dus de moment dat ik echt begon te livestreamen. Hier begon het allemaal. Je ziet meer livestreams, nog meer livestreams. Je ziet nog altijd veel video's. En kijk eens hier, dit is de video wanneer Jochen de Gamer werd geboren.
En toen kwamen dus de livestreams. Ik ging dus meer en meer livestreamen. En vanaf hier zie je dus ook dat de thumbnails beter en beter worden. We gaan er eens een livestreampje bij houden. We zullen eens zien. Want natuurlijk in die livestreams, waarschijnlijk begon ik meer live te streamen toen ik mijn PlayStation camera had. Want dit zou sowieso een livestream zijn waarin ik dus de PlayStation camera had. En dan zat mijn camera zo omlaag natuurlijk. Zat ik eigenlijk al in mijn YouTube kamer? Ja, ja, ja. Ik had de PlayStation camera. En ik zat dus eigenlijk ook al waarschijnlijk in mijn YouTube-kamer, want daarachter had ik dus een groene muur. Even kijken in de... Oh my god, Gio's een oude logo. Catharina van Gijssel van Paridol. Oh, deze naam. Tijden, jongen, tijden. Je vindt hier gewoon de echte OG-kijkers. Waar gaan we nog een livestream pakken? Isse, een 1000 V-Bucks giveaway livestream. Streepjes die hoeven denk ik niet. Dario, je hebt ooit ook al eens zo'n code gehad. Die Dario, die hoeven wacht, niet, ik wil die stem horen. Ah wel ja, is me gijs, als je die streepjes hebt getypt, dat hoeft niet. Die streepjes hoef je niet te typen van die code. Geef die code hier. Nee, Matthias. Wat ik ook... Maar wat ik ook kan zijn... Oké, okay, ja, voetbalveld is ook goed. Nee, okay. Voetbalveld is ook goed. Niet voor je vuist, niet voor je vuist. Dario's de stem! Dario, als je het eerst ziet, goede tijden, jongen. Maar er was ook natuurlijk één ding op mijn kanaal waar we sowieso even terug naar kijken. Dat bekend was natuurlijk tussen de Jochen-community. De Fortnite-serie. De titels waren dan echt zo nog Fortnite-serie aflevering 1. Als je geïnteresseerd bent om naar de Fortnite-serie te kijken, hier staat een playlist. Je ziet hier dan een playlist staan met alle afleveringen van de 3 seizoenen. Even kijken, hier zien we ook al de 500 abonnees. En goed kijken, jongens. Dit was de livestream dat ik voor de allereerste keer werd gereed door een grote content creator in Nederland. Raid. Iemand heeft mij een keer weer gereed. Lekker dan. Ja, in die livestream, ik had een dikke voice krijgen ook. Dat was even, ik weet niet wat er aan de hand was. Ik denk dat moment wordt dat mijn stem even werd geëvolueerd. Maar ik zie wel hier in Fortnite natuurlijk, dat was in de tijd van Fortnite Chapter 1 Season 9. 67, kijk eens, holy damn. Mini en Fortnite heb je gereed. 500 pp. Me a fucker, thanks man. Zo noemde hij dus vroeger. Nu gaan we even kijken naar de 800 abonnee special. En de 800 abonnee special, dat was dus dat ik dus mijn YouTube-kamer ging laten zien. Dus dat was dat klein kamertje waar ik vroeger in zat om te gamen en voor YouTube-livestreams en video's. En nu ga ik je laten zien, allee, nu ging ik dan laten zien op deze video hoe die camera eruit zag. Dus voilà, deurtje open. En we zien dus inderdaad, voilà. En je ziet natuurlijk al. Ik had dus wel al mijn gaming laptop waar ik een tijdje dus op heb gestreamd. De mensen zullen dat natuurlijk nog weten. En voilà, dat was eerst nog een andere microfoon in vergelijking met nu. We zien nog mijn andere gamestoel. Hè, want deze is al een andere gamestoel waar ik op zit. Wat zien we nog? Hè? Dat was ook via de PlayStation 4. Ik gebruikte die groene muur daar als greenscreen. En daar beneden ligt de doos van die laptop. Want ik heb die laptop eigenlijk heel recent nog eigenlijk. Als ik nog eens zie, de computermuis is nog altijd hetzelfde wel. Hè? Ik heb die nog altijd natuurlijk. Wat zien we nog? Ja, mijn PlayStation ligt daar. We zien mijn PlayStation camera. We zien mijn andere camera daar nog op staan. Hier, ik had de capture card natuurlijk al. Dat had ik natuurlijk niet op mijn gaming laptop dus al gestreamd. Dus ik had natuurlijk wel al de capture card. Ik heb die nog altijd liggen hier achter mijn PC. We zien natuurlijk, dat was gewoon normaal een tv geweest. En je ziet natuurlijk ook al, dat was in de tijd van Fortnite Season X. Nu gaan we terugblikken op een heel speciaal moment. We gaan eventjes naar deze livestream. Nog eentje. Kom aan, we zijn er bijna bij die 1000. Nog eentje. Ja! We hebben hem! What? No way! Dat was dus de livestream waarmee ik dus de 1k subs heb gehaald. Een van de grootste en beste speciale momenten binnen mijn kanaal in die 4 jaar lang. En dat was dus het moment voor supporter creator code Jochen de Gamer. Oh my god, wat was ik nog vergeten? Kijk, als ik praat, stop deze video. Is er ooit een deel 3 gekomen? Ik denk het niet. Allee, de reacties staan uit. Laat eens weten of er een deel 3 moet komen. Dit is nog het eerste speciale moment. En dat is dus het moment 10 november 2020.
2020 dat er merch kwam. Jochen de Gamer merch. www.streamershirts.nl. Je ziet dus natuurlijk dan ook dat natuurlijk ik nog toen mijn eigen pagina had. Met dus t-shirt en een polo. Maar toen was er nog niet veel. Later kwam er dan meer merch op. Maar nu is die website zo een beetje helemaal aangepast. Ik ga wel ooit nog eens een keertje uitleggen van hoe dat nu in zijn werk gaat op streamershirts.nl. Deze video is trouwens niet gesponsord door streamershirts. Maar ja, 10 november 2020 was het moment van de merch. Goed, dan hebben we nog even een ander speciaal momentje nog. En dat was eigenlijk ook een van de grootste. De 2K. Ik ga deze video toch nog even helemaal laten zien, omdat hier kun je tenminste even nog een korte samenvatting van al die jaren heen nog bekijken wat ik heb meegemaakt. Even het geluid wel aanzetten. Yo mensen. Jochen de Gamer. Oké, en de Skill Ranger heeft gescoord. Ja. Ja, de skilltrooper die... Dat was ook al iets leuks. Hier, Battlelands. Ja! Lekker, boys! Ook de unboxing van mijn... Ah ja, hier dat ik mijn eerste microfoon kreeg. Hier, red ik jou even... Hey, bitch! Rocket League bij jou, pui! Ik had die mij ook als gebeukt. Allee. Ja, heel goed, Jochen! Stress! Jopper is ook niks veranderd in dit taart. Blijft even grappig. Hier een Fortnite-serie. Sinds vandaag grappig. 400 abonnees. Oh, mijn beeld is rot. Hier zit de vulkaanuitbarsting in de Fortnite-serie. Dat was live event van season 8. Ja, zie je. En dan praat kwam daar op Rito natuurlijk terecht. Nog eens Fortnite-serie. Ik heb namelijk de 500 subs gehaald. 3. Ik heb fishstick gekocht, dat was de vier. Ja. Wow, raid. Wow. Ah ja, hier vooral de raid van Minion Fargo. En opeens was subs omhoog. Wie heeft mij geraid? Hoeveel kijkers? Ja, ik had toen een voice crack, schrijf ik erop. Minion Fargo heb je geraid. 550. Oh, me a fucker, thanks man, thanks, holy damn. 600, ik heb de 600 gehit. Hi. Ian. Jij spreekt tenminste duidelijker dan Slano van de vorige video. Even nu terug. Maar ik ben hier samen met Slano. Je moet een beetje luider spreken. Pas op, nog een. Oh. Ja, maar ja, ik kan je niet zeggen. Bam! De 700 abonnees. Sorry dat mijn camera soms in de weg staat. En dat was ook de tijd dat je dus kon doneren wanneer ik de 700 heb gehit. Dan heb Vanaf ik de donaties toegevoegd. Vanaf nu kunnen jullie mij doneren tijdens mijn streams. Gewoon als ik stream kun je mij ook dus doneren. Oké, we gaan nog een keertje proberen, paddenstoel. Super Mario Maker 2. Oh! Ja, lap, ik ben alweer klein, hè. Hup. En dan gaan we naar beneden. Oh ja, dat kunnen we natuurlijk niet. Omdat we niet groot zijn. Of toch wel? Ja, dat kan toch wel. Maar ja, dan krijg je dit weer, hè. Maar als hij die tekst weghaalt, dat is Jochen reageert. Zo erg voor dat konijn. Wie wil er nu in godsnaam zo'n lief klein konijntje vermoorden? Deze is ook wel leuk, hè. I'm the dumbest man alive. Jochen de Gamer is Snoop. You're Clary Dumber. Yeah. Ah ja, Star Wars live event. Darth Sidious. The day of victory is at hand. De keizer. The day of revenge. The day of the Sith. Oh my god. Ah ja, ja. Mijn droom is uitgekomen. In mijn snipes die gewoon in Jochen reageert even het eigen Jochen fichier heeft gemaakt. Eigenlijk is dat nog uitgekomen ook, ongeveer. Ah ja, met de tuna fish. Kom op, joh! De niet praten video. Oeps. Jordi Storm raid. Ik zie, oh ja, de Jordi Storm raid natuurlijk niet vergeten. Jongen, wat de heck? Direct helemaal mooi. Mannekes, check hier, mijn haar was veel te lang. Dat was eigenlijk dus gewoon, mijn haar was veel te lang, omdat natuurlijk de kappers toen gesloten waren in 2020. Dat was echt een drama gewoon. Gaat het vandaag gebeuren, jongens? Hé, hey, Robin. Ja, Robin, je hebt mop bij mij, je hebt dat ook al verdiend. Kom aan. 2K. Ja! 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 Yes! Yes! Woehoe! Ja! Guys! We did it! Mooi. Zo zie je dus dat we heel veel hebben meegemaakt de afgelopen 4 jaar.
De laatste minuten van deze video wil ik even gebruiken voor iedereen te bedanken die mij voorlopen 4 jaar heeft gesupport. De support van de afgelopen 4 jaar was natuurlijk immens geweldig. We hadden ook natuurlijk een paar negatieve momentjes, maar we zijn altijd positief gebleven. Ik heb leuke video's tot nu toe voor jullie gemaakt. Ik heb leuke livestreams voor jullie gedaan om de 4 jaar. We hebben een mooi aantal abonneetjes ook nog tot nu toe. En we gaan nu streven naar de 3K voor 2022. Ik ga ook nog een paar mensen ook nog persoonlijk bedanken. Dus bedankt immers Snipes voor de memes. Bedankt Slano voor nog leuke momentjes. Spijt dat je nog weg staat. Wie ga ik nog bedanken natuurlijk. Bedankt natuurlijk aan alle mensen die geabonneerd zijn. Natuurlijk aan iedereen eigenlijk voor de support, de creatorcode die we hebben kunnen creëren. Bedankt ook nog even aan Goxy voor de bammen die ik nog niet toe heb. Wie moeten we nog speciaal bedanken? Ik wil mijn school ook bedanken voor het leren van Photoshop, zodat ik daar ook thumbnails kon maken. En voor de rest wil ik echt exact elke kijker die bij mij is geweest gewoon bedanken voor de afgelopen 4 jaar. Het waren leuke 4 jaar tot nu toe. Maar jullie zijn nog lang niet van mij af. Ik blijf nog altijd voortstreven natuurlijk. En hopelijk de 3K voor 2022. De vraag is natuurlijk, wat gaat er nog meer komen? Er komt nog zoveel aan. Maar de vraag is, wat gaat er allemaal nog komen? Dat is een vraag die je niet alleen jullie nog geen antwoord hebben, maar ik heb er zelf ook nog geen antwoord op. Bedankt trouwens ook voor het kijken naar deze video. Drop een like achter hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Gebruik support de creatorcode JochenGamer in de Fortnite item shop. En dan zeg ik nog één ding. En dat zeg ik ook al 4 jaar lang. Peace out met Jochen. En tot de volgende.